Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Bianca en ik ga vandaag een parfum samen met jullie uitproberen. En niet zomaar een parfum. Nee, Mugler Angel Phantasm. En deze heb ik al een paar weken liggen. Ik heb hem gekocht in Spanje. En ik had vanmorgen echt zoiets van, waarom ligt die hier nog dicht? Ik wil hem proberen. Dus ik heb de camera aangezet en dacht, we gaan het gewoon samen doen. Dit is dus een first impression. Geen review. Die komt nog terzijdertijd op Pinkit.nl in een geschreven artikel. Maar ik kan gewoon niet meer wachten. Ik had vanmorgen echt zoiets van, ga ik filmen of niet? Ik wil hem proberen. We gaan het gewoon doen. Dus ik heb ook geen idee of het een hele lange of korte video gaat worden. We zien het vanzelf. Maar ik wil hem gewoon samen proberen. Een beetje de eerste indruk filmen. Wat meer over de geurnoten vertellen. En over mijn liefde van Mugler, denk ik. Want ik denk dat dat er ook in voorkomt. Angel bestaat namelijk al sinds de jaren 90. Toen ik in mijn tienertijd heb ik ooit een keer Mugler Angel gekregen. Een flacon. Voor een verjaardag denk ik of zo. Ik was toen denk ik jonger dan mijn dochter nu is. Dus 16. En dat is altijd een geur geweest die bij me is gebleven. Die ik opnieuw koop. Maar ook de flankers. Dit is de nieuwste flanker. En die gewoon een speciale plek in mijn beauty hartje heeft gekregen. Net zoals Dolce & Gabbana The One. En zo zijn er nog meer parfums die ik al vanaf mijn tienertijd koop en probeer. En flankers en alles. En Mugler is daar een voorbeeld van. Ja, ik heb hem even uit plastic gehaald, het doosje. Ik heb hem dus in Spanje gekocht. Daar was hij ongeveer de helft goedkoper. Ik ben gegaan voor de 25 ml. En het is de Angel Phantasm Eau de Parfum Sensueel. Dat zegt me verder niet zo heel veel, maar ik moest hem gewoon hebben. Ik heb er van tevoren niks over opgezocht. Ik heb hem als blind bijgekocht. Ik heb hem niet getest, niet in de winkel, niet als testertje of proefmontertje. Gewoon helemaal niet. Ik dacht, voor die prijs daar koop ik hem gewoon als blind bij. Dus dit is echt de eerste indruk. Voorheen was het trouwens Cherry Mugler. Maar het is nu alleen maar Mugler. Alleen maar Mugler, net of dat minder is. Mugler valt ook al een paar jaar onder L'Oréal, zoals YSL bijvoorbeeld en Lancôme. En wat er verder is veranderd, weet ik niet echt. Of de formulering nou heel anders is. Dat hoef ik allemaal niet te zeggen. Ik hou in ieder geval altijd de nieuwste flankers in de gaten. Je hebt bijvoorbeeld mensen die helemaal gek zijn op Angel. Of het helemaal niks vinden. Of juist op Alien. Dat is nog een hele populaire parfum van Mugler. Vind ik ook lekker. En ook de flankers. Maar ik ben toch wel echt een Angel meisje. En dat komt waarschijnlijk ook door de sterrenvormige flacon. Kijk dan. Hier word ik ook heel blij van. En dit is dan echt maar een kleintje, hè? 50 ml. Je hebt dan volgens mij nog 50 en de 100. Geen idee precies, maar die zijn nog groot. Zo mooi. En ze zijn als het goed is ook navulbaar. Deze denk ik ook. En ja, ik vind hem zo mooi, de flacon. Als ik dit zie, het is natuurlijk een beetje, normaal is het lichtblauw, zeg maar, de flacon. En is een beetje, wat is het, zwartblauw? Ligt er net aan hoe je hem houdt in een... In het licht. Het is net een wapen. Maar in ieder geval, ik zou denken, dit is echt een herfstgeur of een donkere geur. Ook omdat het sensueel, zeg maar, is. Ik weet niet of dat heel wat zegt. Maar ik had net de geurnoot opgezocht voor deze video en dacht, Maar daar kom ik zo op terug. Maar kijk hoe mooi. Dus flacons van Mugler of Angel die dan in stervorm zijn die je neer kan zetten. Deze niet. Dit is echt, ik heb het net geprobeerd, dit moet je echt neerleggen. Maar dat kan bij mijn andere sterrenflacons. Ik heb nog meer Angels in mijn verzameling, andere flankers en zo. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, die zijn bijna allemaal niet meer goed qua geur. Maar ik doe ze niet weg. Dat is gewoon een verzameling, collectors item. Ik vind dit alleen heel mooi. Dus heel even de geurnoten erbij gepakt, want die weet ik echt niet uit mijn hoofd. En daar heb ik ook verder nog niet heel erg naar gekeken. Want ik wilde er zo blind mogelijk ingaan. Ik verwacht, omdat dit een flanker is, dus een nieuwere geur op een bestaande geur. Ik weet niet hoe ik dat al moet uitleggen in het Nederlands. Maar Mugler Angel is zeg maar het origineel en daar komen er dus steeds meerdere variaties. En dit is dan de nieuwste van Phantasm. En ik verwacht dus ook dat het de Angel DNA heeft, dus de patchouli. Daarom zeg ik, Angel, of je vindt het geweldig, of je vindt het helemaal niks. Ik weet, als ik Angel draag, dat er heel veel mensen om mijn omgeving zeggen van, oh, die geur is veel te overheersend en niet lekker. En er zijn ook mensen, zoals mijn moeder, die me geweldig vinden. En ik ook. Dus het is maar net hoe en wat. En ik verwacht dat dat hier ook een beetje in terugkomt, omdat het de flanker is. Maar goed, ik heb even de informatie erbij gepakt. Het schijnt dus een bloemige, fruitige, gourmand geur te zijn voor dames. Ik zeg altijd...
iedereen bepaalt lekker wat hij, zij, het, wat dan ook, zelf draagt. Een geur is gewoon hoe je het wil, altijd unisex. Even kijken, dit is een nieuw parfum. Dit jaar uitgebracht. En de topnoten zijn... Daar verbaasde ik me dus over. De topnoten zijn ananas en bergamo. Dus het begint al best wel zomers en tropisch vanwege de ananas. En dan kijk ik naar de flacon en dan denk ik... Zomers. Maar goed, de middennoten. Kokosnoot en Tiare Tahiti. Hartstikke lekker. Maar nogmaals, waar zijn de kleuren? Waar is de kleurrijke flacon? En de basisnoten zijn patchouli. En bourbon, vanille en amber. Het klinkt allemaal heerlijk. Het klinkt ook een beetje als een andere flanker die ik hierboven heb liggen. En die heeft, dat is dus de blauwe flacon met kleuren. Ik weet zo even de naam niet. Mocht ik hem binnenschieten, zal ik het even hier neerzetten. Maar die heb ik ook liggen. En die ruikt dus ook vooral naar de eerste spray heel erg naar kokos en ananas. Dus ik ben benieuwd of het heel verschillend is. Maar ik had de flacon anders verwacht met deze geurnoten. Maar goed. Hè? Dat maakt niet uit. Ik vind het in ieder geval heerlijk klinken. En ik ga nu mijn eerste spray samen met jullie doen. Het is trouwens, want ik had het net over of die hervulbaar is. Navulbaar, hervulbaar. En dat is deze flacon. Dus die kan je gewoon als die leeg is, kun je bijvoorbeeld naar de Isipri of Douglas. Als ze hem op tap hebben. Want dat wil ik niet altijd zeggen dat ze de geur op tap hebben. En dan kun je hem laten hervullen. Is iets goedkoper. Ik heb het strookje erbij gepakt. En de eerste keer... Gewoon samen met jullie. Ik ben zo nieuwsgierig en benieuwd en enthousiast. Ik hoop dat jullie dit trouwens ook leuk vinden om te zien. Maar ik wil dit gewoon even samen doen. Ik ruik dus vanaf de eerste spray de ananas, de kokos en de patchouli. Dat is dus echt Angel DNA, de patchouli. En hij is overheersend. En ondanks dus dat de geurnoten best wel zomers klinken en tropisch. Ik bedoel ananas, kokos, Tiare Tahiti. Past deze geur ook wel voor het najaar. Hij is wat dieper. Hij is wat zwoelig. Wat lekker. Oh, hij is echt heel erg lekker. Ja, ik vind dit een hele mooie blind buy. En ik weet zeker... Ja, als je dus gek bent op Mugler Angel en je hebt die andere flankers ook allemaal een keer geprobeerd en zo. Het doet me dus denken aan de andere editie die een paar jaar geleden uit is gebracht. Ik heb het dus steeds over die andere editie, daar bedoel ik deze mee. Ik denk, wat doe ik nou moeilijk? Hij ligt gewoon boven. Het is trouwens Angel Eau Crochet. Dat spreek ik dus echt helemaal verkeerd uit. Maar kijk, deze flacon... Past dus precies bij die tropische geurnoten. Dit is dus ook met ananas en zo. En daar doet hij me aan denken. Alleen, dit is een wat lichtere geur. En deze is wat dieper, wat zwoeler. Wat meer voor het najaar. En ik vind deze echt heel erg lekker. Dus ik ben hier ook heel blij mee. Deze flanker is volgens mij ook niet meer verkrijgbaar. Tenminste, niet makkelijk. Dit is een eau de toilette en dit is een eau de parfum. Ik weet op het strookje, maar ik wil hem ook even op mijn huid proberen. Wat je dus niet moet doen bij Mugler Angels, oversprayen. Welke flanker je ook hebt, of het origineel of wat dan ook. Want dat is echt niet nodig. Twee keer sprayen nu is meer dan voldoende. Ik ruik nu echt een en al. De kwaliteit is echt heel goed en de projectie, dat weet ik nu al. Want dat is bij elke Mugler parfum eigenlijk wel. En hij ruikt zo mooi. Wat dieper, wat de aanwezige DNA, dus de patchouli, de ananas, de kokos... Voor mij is het een safe blind buy. Maar ik weet voor echt heel veel mensen dat je deze gewoon beter eerst even in de winkel kan proberen. Want niet iedereen gaat hier fan van zijn. Maar ik vind hem zo'n mooie toevoeging aan mijn collectie. Nou, heb ik twee keer gesprayed en de hele woonkamer ruikt naar Mugler Angel van Tessum. Zo goed is die. Ik ga hem de komende tijd nog even verder proberen. Er komt nog een artikel over op pink.nl te zijn de tijd. Ik zeg nooit meer een datum wanneer, want... Ik kijk altijd wanneer er maar wat online komt. En waar ik over schrijf. En ja, maar tot nu toe is het een hele mooie en goede eerste indruk. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden als je hem hebt geprobeerd. Of wat je sowieso van Mugler vindt. Of een Mugler Angel. Of dat je meer Team Alien bent. Dat kan ook. Of andere parfums van Mugler. Ja, ik ga hier nog even verder van genieten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video vinden, vergeet je niet om je gratis te abonneren. En tot de volgende video.